Vandaag zitten we hier weer met onze zus Serena. Yay. Van het kanaal Beauty Lab NL. En we gaan weer, net als eigenlijk een tijdje geleden, snoep proeven. Alleen dit keer niet Amerikaans, maar Japans. Yes, want ik ben een tijdje geleden in Tokio geweest. En ik heb daar allemaal lekker Japans snoep gekocht. En ik dacht, vind ik superleuk om dat met mijn zusjes te proeven. Ja, en ik ben ook wel heel erg benieuwd. Me too. Zullen we gewoon beginnen? Ja. Het ligt hier achter mij. We beginnen met deze. Dit is een pak waarvan we de titel niet kunnen lezen. Maar er staat een heel klein beetje Engels op. En er staat op: A taste everybody will be pleased with. An exciting taste. Why not try it once? Try it twice. Ja. Try it three times. Er zit wel meer dan dat in. Dus, exciting taste. We zijn nog niet klaar met de verpakkingen. Het zijn een soort van bonbonnetjes. Maar ik vraag me af, is het echt gewoon een aardbei dat erin zit of is het aardbeismaak? Ja, inderdaad. Yeah. Doe een chillje. Ja. Eet, hè? Volgens mij wordt het een nep aardbei. Oh nee, ja, het is wel een aardbei hoor. Ik heb maar een heel klein hapje genomen. Wel lekker. Ja, knoert hard. Wel lekker. Echt wel lekker. Echt lekker. Had ik echt niet verwacht. Peco Poco. En het lijkt op mochi. En ook deze zijn allemaal weer apart verpakt. Daar zijn ze denk ik heel erg van. Het is het wel mochi? Het is gewoon volgens mij gewoon een koekje. Nee, wat is dit? Oh ja, het lijkt net een bitterkoekje. Maar dan groen. Cheers! Maar misschien kan je mochi alleen vers kopen. En is het mochi smaak? Ik weet niet, ik vind het wel lekker eigenlijk. Het is een koekje met zachte vulling. Oh ja. Maar vind je hem echt groene thee smaak? Ik dacht eerst zo van, super droog. En toen zag ik, de smaak is eigenlijk echt heel lekker. Ik vind het niet per se een groene thee smaken. Nee. En daarom vind ik het denk ik lekker. Want ik vind groene thee in voedingsmiddelen niet altijd lekker. Ik ook niet. Oké. Okay. Dus. Volgende. Melty Kiss. Melty Kiss. Wat staat erop? Dit is dus weer iets met green tea. En voor de rest... Is het chocola ook erbij of niet? Staat er niks op? Hier, ik heb de app. S-Snow. Dus tea. S-Snow hier. En tea. Ik denk dat het gewoon smelt op je tong. Oh, wat een mooie verpakking weer. Ook weer apart. Wow, hij is echt super klein. Het is gewoon een dobbelsteen zo volgens klein. Volgens mij is het echt super lekker. Het is volgens mij echt pure chocola. Echt net een dobbelsteen. Nee, want er zit green tea in. Oh ja. Wil hem doorhalen? Oh ja, het smelt echt op je tong. Ja, maar... Wauw. Chocola is super goed. Het is... Wel een beetje goor. Ik proef dus wel echt iets van green tea wat ik echt lekker vind. De chocola is lekker, maar wat erin zit geeft een beetje een rare smaak. Bitter. Het is echt een groene thee smaak. Maar het smelt wel echt heel smeuig als boter op je tong. Ja. Ik wist niet dat ze daar echt goede chocola hadden in Japan. Ik weet niet waarom ik dat dacht, dat ze dat niet hadden, maar... Dus ik vind hem een beetje half. Ik vind het smeltgedeelte en de chocola super lekker. Mm-hmm. Ja. Maar het hele green tea gedeelte, wat eigenlijk het grootste deel is, vind ik best wel goor. Ze hadden ook andere smaken, misschien had ik die moeten komen. Maar ik dacht, grappig, goed thee. Dit is een beetje mediocre. Oh, doen we dit? Ik weet niet. Ik neem maar een beetje wat. Oké. Tadaa! Yes. Kit Kat met cheesecake smaak. De Yokohama edition. Yokohama. Dat is een... Ik weet niet wat ik zeg nu, maar... Yokohama is een streek en stad. Oké. KitKat, je zag daar geen Mars. Geen Snickers. Nee? Geen Lion. Geen Twix. Je zag daar alleen maar Lion KitKat. Lion is sowieso echt... Lion, whatever. Ja, ik kon even niks bij wat denken. Bounty. Maar alleen zag KitKat? Alleen KitKat, maar dan met groene thee smaak. Met cheesecake smaak. Met pruimen smaak. Met sake smaak. Met noem het maar op. Okay. En je neemt de cheesecake mee. Ja, ik dacht cheesecake lijkt me wel het lekkerste. Weer zo'n mooie verpakking. Het zijn allemaal van die uitdeelverpakkingen. Ja. Maar dan er zo super luxe. Die luxe dozen zijn. En ook natuurlijk weer los verpakt. Maar echt heel klein. En je kan erop tekenen als je wilt. Misschien kan je je Facebook en je Twitter op achterlaten. Gewoon je telefoonnummer. Ja. Als soort van, yo, what up girl? Come here. Ja. Wow, die geur komt eigenlijk wel heel zuurig. Bijvoorbeeld bijna niks. Ik zou eerder zeggen dat het aardbeien is. Maar ik vind het niet slecht. Het is wel strawberry cheesecake. Oh echt? Ja, nou vandaar. Nee. Wordt deze weer een... Daar. Ja, je bent er ook mee. Wij vinden een mediocre. Yes. Wat is dit? Nou ja, ik weet niet wat dit is. Ik hoop ook dat het gewoon mensen eten is. Ja, ik weet echt niet. Ik moet eventjes weer die Google Translate erbij pakken. Want hier weet ik echt niet wat het is. Monster Hunter staat er hier. Als het fout gaat, dan verander je in een kat. Huh? Of zou het toch een snoepje zijn? Zou ik het gewoon opeten? Ik ga echt helemaal nergens naar. Nee.
Ah, wow. Ja, dat is een gummy. Ja. Maar het is heel zuur. Ik vind het super lekker. Nee, ik vind het echt best wel goor. Het smaakt een soort van... Er zitten er maar 12 in, sowieso. Het smaakt naar energiedrank. Ja, ik vind het super lekker. Ja, Larissa, we houden natuurlijk van Red Bull. Red Bull en een gummy. Het is gewoon Red Bull en een gummy. Ja. Het is eigenlijk gewoon een dude op kantoor en dan neemt ze dit en dan neemt ze kablam! Hij heeft energie, het is gewoon een energie gummy. Ik geef hem een duim. Ik vind hem weer... Daar? Ja. Yes. Het is jammer kont. Oh, we hebben hier iets. Het ziet er heel vies uit. Oké, het ziet eruit alsof het roze spul is. Dat rol je op een bal en daar zit dan een blaadje omheen. Ja. En dan binnenkant is het bruin nog. Ja, en dan zit er een foto bij van een vrouw met een doek om haar middel. Yes. Alsof het een soort van snuggly blanket is. Ja. Oh, dus het is zo lekker als een snuggly blanket. En wederom... Apart zo vierkant en apart verpakt. Ik hou het wel heel erg. Wat is een rare poppetje op de achterkant? Een soort van penis. Ja, het lijkt gewoon op een piemel. Oeh, het ruikt heel erg naar stof. Ja, als kaars klinkt het lekker, maar ik hoef het. De geur van het ruikt naar Play-Doh. Ja. Oh my god. Het ruikt gewoon naar klei. Ja, nou lekker. Heel veel zin in. Oh, dit is een rare substantie. Oh, gummy aan de binnenkant. Oh, dat is echt heel vies. Soms heeft speelgoed toch een bepaalde geur. Weet je, voor meiden. Meiden speelgoed heeft dan een soort van parfum. Een beetje zo'n chemisch parfum. En daar smaakt het naar. Dus ik vind hem echt dit. Ik ook. Ik vind hem... Nee, ik ga wel mee. Want het is zeg maar vergelijkend met wat we net hebben gehad. Echt. En gewoon minder. Ja. Hebben we nog twee? Ja. Waarom hou je me aan? If you want me to stay, I'll always. Volgens mij is iedereen heel erg benieuwd naar deze. Dit is de Kit Kat met een wasabi smaak. Ja, ik ben benieuwd of die echt pittig is. Ja, of die echt heet is. Je kan er weer wat achterop zetten van ik vind jou heet. Ja. Klang, nieuw hammer. Hey, en het wasabi is heet, dus... I get where you're going. Oeh, zo hé, als je de binnenkant ruikt, dan... Dan rustig! Ik proef echt die wasabi smaak inderdaad. Je proeft het ook soort van hier. Ja, ja, het gaat meteen hier. Maar niet te hard. Maar niet die... echt die... Ik vind hem mediocre. Nu zeg jij mediocre. Ik ook. Ik zit er twijfel tussen duim naar beneden of dit. Maar ik ga gewoon ook even mee. Ja? Pocky! Ja, dus pokkies die kun je in principe ook in Nederland kopen. Ik heb wel eens bij de toko gezien. Maar deze zijn speciaal, want deze was dus de Valentine's Edition. En die zijn hartvormig. Hartvormig, ja. Zo schattig. Jij mag weer op een pakkingen. Maar heel leuk met die hartjes. Ja, ze zitten super leuk. Heel leuk. Ik vind pokkie, eerlijk gezegd, niet zo heel erg lekker. Een beetje alsof ik een kattensnoepje aan het eten ben. Oh, er komt er eentje aan. Oh. Someone say kitty candy. Ik ga hem niet geven hoor. Als ik zielen, als ik even snoep van pakken. Ja. Het lijkt er wel op die sticks, hè? Oh ja, het is net zo Clarence even meedoet. Dit is te hard, dit is te veel. Wat vond je van die pokies? Oh, ja, eigenlijk, ik was een beetje verwacht van wat ik ervan had verwacht. Omdat ik, wat daar al zei, pokies niet echt. De chocola is minder lekker en het is niet zo taai. Het ziet er leuk uit. Het was beter dan ik me kon herinneren, dat wel. Ja, dat wel. Maar het is niet iets waar ik heel erg wild van word. Dus ik geef het gewoon een duim omlaag. Ja, ik ook. Ik ben ook geen fan. Ik ben geen fan van pokkie. Do you like the pokkie? Dat waren de Japanse snoepjes alweer. Ik vond het wel heel erg leuk om alles te proberen. Dus dankjewel Sireen voor het meebrengen. Yes. Uit Tokio. Het was ook echt best wel veel. Het was echt enorm veel. En ook, ik kende alles niet. Dus dat is wel gewoon heel erg leuk, vind ik altijd. Niet alles was even lekker. Nee. Ik denk dat ik nog het meest verrast was over de gevriesdroogde aardbei met witte chocolade. Die vond ik echt heel bijzonder. En dat groene koekje met die cream filling. Ja, die twee waren echt inderdaad de toppers. Mee eens. Ja. En klik nog niet weg. Want we hebben ook nog op Serena's kanaal een hele leuke andere video opgenomen. En dat is ook weer in de Japanse stijl. Want we gaan namelijk hele gekke, grappige Japanse gadgets uitproberen. Oh, wow. Iemand wil weg. Wacht even.
Dus als je die wil bekijken, klik dan zeker even op de link die we hier in de beschrijving hebben gezet. En dan willen we bij deze de video afsluiten. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Yes. En als je dat hebt gedaan, klik dan ook even meteen op het belletje die ernaast staat. Zodat je een melding krijgt als wij een nieuwe video online zetten. En vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je het weer leuk vindt. Om ons drieën weer eindelijk in een video samen te zien. Ja, moeten we echt vaker doen. Vaker doen, ja. Ja, ik vind het gewoon gezellig om met jullie video's op te nemen. Super bedankt voor het kijken naar deze video. En laat ook eventjes een gezellige comment achter. En zie je heel snel weer. In de volgende video. Doei! Awkward turtle. Awkward turtle? Ik kan het niet. Handhug. Oh, was verkeerde kant. Ja. Oh, wacht. Nee, andere. Oh, dat is echt nerds.